Hoi en welkom op mijn kanaal. Vandaag heb ik weer een make-up tutorial voor jullie en we beginnen eventjes met een klein experimentje. Vaste kijkers hebben we al meerdere malen horen mekkeren over mijn witte oogprimer. Ik ga hem nu vermengen met poeder. Gewoon gezichtspoeder. En hoop dat hij daardoor droger wordt en niet vreemd korrelig. Oké, tot dusver hij brengt nog aan. Ik heb wel het idee dat echt de hoeveelheid oogprimer op de een of andere manier gehalveerd is op het moment dat ik contact kwam met het poeder. De smeerbaarheid gaat er niet heel erg op vooruit, maar hij voelt wel droger aan. Dus tot dusver experiment oké. Oké, van dichtbij, hij is niet echt dekkend, maar dat is hij ook niet als ik hem niet met poeder vermeng. Dus ik geloof niet dat dat erg veel verschil maakt. Maar hij hoopt niet per direct op in mijn crease. Dat is goed. Dus we kunnen door naar de oogschaduw. Ik ga voor een Phoenix-achtige look. Ik heb een toepasselijk shirt aangetrokken. Serieus, op camera ziet hij er gewoon gaaf uit in het echt. Hij is van Spiral, maar ik heb hem al sinds eind middelbare school of zo. Dus ik weet niet of ze hem nog verkopen. Anyway, het make-up palet is wel nog steeds een populaire. Het BH Take Me Back to Brazil palet. En ik ga dus eventjes beginnen met de felle oranje tinten. Ik zei wel heel leuk oranje, maar ik ga beginnen met rood. En ik ga weer die truc doen met een kwast tegen de zijkant van mijn oog. Iedere keer dat ik het doe, besluit ik weer een poging te maken. En deze keer niet zo hard tegen mijn oog wil aan te douwen dat ik zo'n blauwe plek heb. Anyway, de rode tint die ga ik gewoon lekker dik aanbrengen. Maar hou er rekening mee qua hoogte dat je het nog uit wil kunnen blenden. Dus dat hij niet, weet je wel, tegen je wenkbrauw aan zit. En dan eventjes wat verder blenden gelijk. Ook heel voorzichtig zonder extra product over die bovenrand heen. Gewoon deppen om die ook mooi zacht te krijgen. Alleen deze rand die hou ik natuurlijk scherp, want ik heb net de moeite genomen die scherp te maken. Dan wil ik het niet weer verpesten. Zou een beetje ironisch zijn. Oké, nou we dit hebben kunnen we door naar de volgende kleur. Dat wordt een oranje tint. Er zit weer eens een niet kwast haar aan mijn kwast. Ik ga eerst voor een wat donkerder oranje tint, zodat ik hem gewoon mooi eventjes als tussenkleurtje kan gebruiken. Deze gaat dan wel op het ooglid. En in de crease. Eigenlijk ga ik deze gewoon, ja, mijn idee is, ik wil dit stukje eigenlijk licht houden. Dus ik wil de kleuren op de een of andere manier in een soort punt daarheen richting mijn neus blenden. En je ziet zo wel wat ik bedoel. Ik kan je niet uitleggen hoe ik het wil doen. Want dan ben ik de plek aan het verzinnen. Maar goed, we beginnen in ieder geval maar met dit eventjes ook voorzichtig zo te blenden. En dan met een andere kleur oranje, een lichtere kleur oranje. Die binnenste ooghoek hiermee te pakken. En die blend ik echt in een soort cirkelachtig iets. Rond die binnenste ooghoek heen. Wenkbrauwbot highlight wordt een hele witachtige shimmer. Niet vol onglitter, maar wel, weet je wel, aanwezig. En dan ga ik met een schoon kwastje, niet mijn grootste fluffy blender, maar een ietsje kleinere, het uitblenden. Mijn doel is eigenlijk dat je nog wel echt een vorm ziet, maar gewoon geen harde lijn. Oké, ik zat even te twijfelen wat ik in de binnenste ooghoek wilde. Ik dacht eventjes aan een highlighter, maar ik ga voor een foil oogschaduw van NYX. En ik ga gewoon heel hard hopen dat ik dit niet over mijn vloer en mijn kleding heen krijg. Dat is waarschijnlijk veenhoop. Maar voornamelijk dat mijn oogschaduw primer stickig genoeg is om dit te laten werken. Oké. Ik weet niet precies hoe, misschien dat ik eindelijk het geheim heb ontdekt van voorzichtig zijn. Maar ik heb weinig fallout, het is een mirakel, laten we ervan genieten. Ik ga nu eventjes ter compensatie een haarborstel op de grond sodemieteren terwijl ik mijn spiegel pak. En een eyeliner aanbrengen. Ik dacht er eerst aan om als een soort van Phoenix-achtig iets een soort smoky liner te doen. Maar toen bedacht ik me dat ik een smoky liner eerlijk gezegd bij mezelf nooit echt heel mooi vind. Dus vandaar. We gaan voor een gewone wing. Oké, dat zit erop. Het mag wel in de krant. Het is eindelijk eens een keertje symmetrisch. Anyway, ik ga even heel snel mijn gezichtsbasis doen. Behalve de kleurrijke dingen die we zo even samen gaan doen. Maar eerst even dus de ogen afmaken.
Onder het oog ga ik even met zwarte oogschaduw aan de slag. Want het is tenslotte lente en ik wil geen donkere waterlijn doen. Want dat is mijn logica. Maar ik wil wel een beetje dat donkere nog onder het oog. Dus ik trek met een heel dun kwastje in feite een donkere lijn vanaf de wing. Tot ongeveer het midden of zoiets. En dan vervolgens het kleine fluffy blendertje weer uitgraven en... Ik ga voor de gemiddelde oranje kleur, want ik kan niet kiezen tussen rood en oranje. Dus ik ga voor de donkere oranje. En daarmee blend ik dat eventjes uit. Ik wil dit niet super kleurrijk hebben. Maar gewoon dat dit net wat meer smoky is en dat net even die warmte erin terugkomt. En voor de binnenste ooghoek gaan we de wenkbrauw wat highlighter gebruiken, maar dan wat meer. De waterlijn zelf wordt een nude kleurtje. En ik trek hem ook goed door naar de binnenste ooghoek. Ligt het aan mij of moet je echt de gekste bekken trekken om het onderooglid altijd mooi te krijgen? Serieus. Ik bedoel serieus. Bovenste ooglid, glam. Onderste ooglid, seriemoordenaar. Ik heb het idee dat ik de laatste tijd me qua wimpers er behoorlijk makkelijk vanaf heb gemaakt. Met kleintjes. Dus ik ga deze keer voor een wat groter, meer spiky paardje, want ik weet niet. Ik heb er zin in. Oké, ze zitten er nu allebei op en ik moet zeggen, ze zijn nu al minder irritant dan zo'n 5 minuten geleden. Dus misschien dat het ook weer gewoon een ding is van eraan wennen. Ik heb gewoon echt in geen hele tijd zo'n hele grote paar wimpers gedragen. Die grammatica was gruwelijk. Anyway, blush. Ik ga voor een hele oude oranje tint blush. Waarschijnlijk over de datum. Doe niet wat ik doe. Breng me een beetje meer op de jaren 80 manier aan. Want laatst had ik dat voor die rockchick, jaren 80 rockchick look gedaan. En ik realiseerde me, hey, dat vind ik eigenlijk mooi. Dus, vandaar. Let het wel een beetje op mijn wang, zodat daar wel wat kleur zit. Anders heb ik altijd het idee dat hier gewoon een hele grote vlakte leegte is. Maar dat hangt ook van je gezichtsvorm af. Dan breng ik eventjes eerst mijn setting spray aan en dan gelijk een highlighter eroverheen, zodat die mooi glowy wordt. Het idee is dus feitelijk dat je voordat de setting spray droog is, de highlighter eroverheen dumpt. Dit is trouwens eentje van Kiko. Hij is meer glowy dan shimmery, maar ik vind hem echt heel mooi. Alle producten die ik gebruikt heb, zal ik trouwens weer onder het filmpje neerzetten in een lijst, inclusief deze mascara van Alice Faas. Ja, het was logischer geweest om eerst de mascara te doen, maar die was ik compleet vergeten, laten we eerlijk zijn. Dit moet ik zo even wegwerken, dat was een foutje. Misschien had ik gewoon maar definitief die mascara moeten vergeten. Anyway, ik ga ondertussen even mijn lipstick doen. Ik ga voor een rood kleurtje en dan zijn we klaar. En hier hebben we dan het uiteindelijke resultaat. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Als je het filmpje leuk vond, klik maar alsjeblieft op een like-button. Dat zou me heel erg helpen. En als je meer wil zien, dan kun je altijd abonneren op mijn kanaal. Update op die mascara vlek. Toen die droog was, kon ik hem eraf vegen met een... De wattenstaafje. Random woorden, die je dan ineens vergeet. Een wattenstaafje. En vervolgens wat meer foundation erop, wat nog op mijn kwast zat. En toen was het gelukkig weg. Crisis averted. Anyway, ja. Dus, dat was het voor vandaag. Heel bedankt in ieder geval voor het kijken van dit filmpje. Ik hoop jullie verder een hele fijne dag hebben. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!